Via Cultura Weekend Magazine. Met Lopke Joosten over voedingsadviezen zonder vlees. Jij weet hoe de koekjes smaken, begrijp ik. Ja, want als je koekie hoort, dan denk je misschien, koekjes weet je hoe bijzonder kan zijn. Maar ze hebben er wel echt hele luxe koeken. Ze hebben bijna maaltijden van gemaakt en gevuld. Dus koekie doet de naam een beetje, het product een beetje tekort, zou ik maar zeggen. Ik begreep dat de naam een beetje een knipoog naar het Dordtse dialect was. Ah. Maar het schijnt vrij uitgebreid te zijn. Ja, het zijn echt flinke dingen. En het is echt een uitgebreid koekje. Ja, ja, nou ben jij ook diëtist. Dus bij die flinke dingen denk ik dan. Daar kijk je heel streng naar. Maar het past niet per se binnen het voedingsadvies wat ik zou geven. Alhoewel ik altijd zou zeggen, binnen een gezonde leefstijl past echt wel minder verantwoorde keuzes. Ja, uiteraard. Ja, Nou goed, de reden, Lopke, dat we gevraagd hebben of jij een keer in de uitzending wilde komen is, vegan en veganisme is natuurlijk groeiende stroming in voedings. Het wordt wel eens de snelst groeiende leefstijlbeweging ter wereld genoemd, dus het gaat hard. En jij verscheen enige dagen geleden in de krant met een artikel dat vlees niet in een voedingsadvies thuis horen. Dus daar willen we alles over weten. Ja, 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 dat klopt. Ja, dat artikel is eigenlijk geschreven als reactie op een hele reeks aan andere artikelen of interviews die in de kranten werden gepubliceerd, online, offline. En dat gebeurt natuurlijk al jaren. Maar het viel echt keer op keer op. Met de corona bijvoorbeeld is gezondheid ook weer wat meer in het nieuws gekomen. Hoe belangrijk dat is. Omdat we toch wel zien dat de zwakkeren hier met name onder te lijden hebben. En dan stond er keer op keer, als er dan een bepaalde voedingsstof was die daar een rol bij speelde. Nou, dan moest je vlees eten. Of je had eiwit nodig, veel vlees. Je had vitamine K nodig, veel kwark. Weet je, dat was wel. Dat is misschien wel een voedingsstof die voorkomt in zo'n product. Maar als je gaat kijken naar zo'n product en het effect op de overal gezondheid. En als we dan helemaal het klimaat meenemen, wat ook echt een dreiging is die boven ons hoofd hangt. Ja. Is dat helemaal niet het beste product wat je misschien kan adviseren aan zo iemand. En daar is dat artikel als reactie op geschreven. En het is inmiddels ook al, het is in Parool als eerst verschenen en inmiddels al twee keer hergepubliceerd in de Leeuwarden Courant en vandaag in het Dagblad van het Noorden. Dus het roept wel wat op. Dus het Noorden wordt goed geïnformeerd. Nu het Zuiden. Nu het Zuiden. Ik las ook van de week in de krant, ik heb jouw artikel gelezen, maar ik las ook dat de Europese Unie het toch weer presteert om miljoenen uit te trekken om de vleeslobby reclame te subsidiëren. Ja, en dat is precies waarom helemaal aan het einde van mijn artikel ook staat, ik dwijl lekker verder, want het is echt dweilen met de kraan open. Maar het is wel zo dat het geluid wat ik verkondig, ik heb ook gemerkt toen ik het reactie heb toen ik het artikel werd geplaatst, dat ik heel veel reacties heb gekregen van mensen in de gezondheidszorg, maar die spreken zich er kennelijk toch niet zo over uit als ik. En dat is best wel jammer. Dat zou ook wel gelijk een oproep zijn. Spreek je uit dat dit echt niet een gezond dieetadvies is? Ja, want jij bent diëtiste. Dus je begeleidt mensen naar een gezondere leefstijl, verantwoord eten. Zijn er veel collega's van jou die toch ook bij die vegan levensstijl horen? Of is dat nog een minderheid ook binnen jouw vakgebied? Nou ja, als ze de wetenschappelijke consensus volgen, dan de Nederlandse Gezondheidsraad bijvoorbeeld. De adviezen worden al doorvertaald door het voedingscentrum in praktische adviezen. En de eerste zin van de richtlijn een goede voeding 2015, dat is de meest recente richtlijn. De allereerste zin, we moeten meer plantaardig, minder dierlijk eten. Ik heb het gevoel, maar dat is een aanname van mij, dat ook binnen de diëtetiek het een beetje aan het polariseren is. Er is een groep mensen die helemaal richting koolhydraatarm, veel vlees, veel zuivel, veel eieren gaat. En dat adviseert, wat echt niet in lijn is met de wetenschappelijke consensus. Nogmaals, pak de richtlijn de goede voeding erbij. En dus een groep mensen, 100% plantaardig wil ik niet zeggen, maar die dus wel degelijk ermee bezig is van we moeten echt meer plantaardig eten. En dat adviseer ik ook. Ja. Koos, ook welkom in de uitzending. Hou jij je ook bezig met bewust omgaan met voeding? Ja, ik doe mijn best. De helft van mijn gezin eet vegetarisch. Ik probeer het af en toe, maar ik ben helaas nog een vleeseter. Ja. Ik vind het lekker. En
ik krijg soms last als ik te vaak vegetarisch eet. Maar dat is misschien, zit misschien tussen de oortjes. Maar we zijn eraan bezig. We gaan dus gewoon mee met de tijd. Ja, maar jullie staan wel open ook voor de alternatieven die ja. steeds meer worden aangereikt. Ja, nou ja, dus, mijn halve gezin wil ja. vegetarisch eten. Ja. Dus niet altijd vegan, maar dan vegetarisch. Ik kook meestal, dus ik kan er aardig mee omgaan. Ja, ik ben thuis ook een van degenen die het meest kookt eigenlijk. Ja. Ik bedoel, en ik wissel dat wel af. Ik zei net voor de uitzending al tegen jou, ik vind vegetarisch makkelijker dan vegan dan toch nog net iets. Wat zijn nou de kenmerkende verschillen voor de mensen thuis ook tussen vegetarisch en vegan? Nou, bij vegetarisch eet je, er zijn wat verschillende definities die er ronde gaan, maar in ieder geval eet je geen vlees, geen producten waar het dier echt direct voor dood moet, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dus vlees, vis, dat wordt over het algemeen gelaten, waarbij sommigen dan wel weer vis eten. Maar goed, in principe, strikt genomen eet je geen vis. Gelatine is bijvoorbeeld ook zo'n product waar een dier echt voor dood moet, waar ze dan vaak wel wat meer op letten. Maar veganistisch eet je echt, laat ik het even tot de voeding beperken, want anders krijg ik weer de vegan politie. dat is een leefstijl, hè. Het gaat ook over leer en dergelijke, maar ik heb het hier vandaag over voeding. Je eet geen producten van dierlijke oorsprong, niks. Geen zuivel, geen eieren, honing, dat valt allemaal weg. En dat klinkt dan altijd heel beperkt, maar ik kan vertellen, er is meer fruit, er is meer groente dan er aan vlees bestaat. Je leven is te kort om alles te proberen. Ja, oké, dus het is echt een kwestie van je bewust worden en je erin verdiepen. En dan... Perceptie, hè? Perceptie. Ja. Hoe kan want in heel veel producten zitten toch dierlijke sporen. Ja, maar dat is misschien gewoon een algemeen gezondheidsadvies, los van vegan. Wij eten veel te veel producten uit pakjes, zakjes. Mm-hmm. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet wat gezond eten überhaupt is. Hè. Op die manier krijg je al snel meer zout binnen dan je nodig hebt. Los van plantaardig eten, meer vet binnen dan je nodig hebt. En er komt wel steeds meer een groter aanbod aan vegan kant-en-klaar voeding, noem ik het dan maar even. Maar dat is voor de gezondheid van mensen niet per se een... voor duurzaamheid juich ik het toe, maar voor de gezondheid van mensen is dat niet per se een trend die je zou moeten stimuleren. Ja. En de mensen die bij jou komen voor voedingsadvies, die kiezen heel bewust van, ik zoek een diëtiste die die vegan leefstijl met mij goed kan voorbereiden en doornemen. Ja, over het algemeen wel, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn dat die mensen dat dan überhaupt 100% doen, of dat ze dat doen omdat ze vanuit dierenwelzijn dat doen bijvoorbeeld. Er zijn ook echt heel veel mensen die hebben er gewoon heel veel baat bij met hun gezondheid. Ja. En ik zeg ook altijd, als je het voor je gezondheid doet, of jij dan nog op die ene keer dat je in een restaurant zit, wel vegetarisch in plaats van vegan eet, ja, die ene keer gaat het verschil natuurlijk niet maken. Net zoals ik er af en toe ook voor kies om vegan junkfood te eten, wat het verschil tussen gezond en ziek ook niet zou maken. Mm-hmm. Maar het gaat om wat voor balans hou je aan en wat voor verhouding. Dus heel veel mensen eten thuis hartstikke plantaardig en dan doen ze buiten de deur iets makkelijker. En als er nou mensen zijn die nu kijken, luisteren, die meer willen weten, waar vinden ze informatie over jou en over jouw ideeën? Nou, sowieso op mijn website www.lopkevaas.nl of me volgen op Instagram. Dat is eigenlijk het meest up-to-date. Ja, Insta is ook het meest moderne. Dat is nu het sociale medium. Ja. Ja, dat verandert vast weer een keer, maar nu is dat de plek waar ik in ieder geval het actiefst ben. Oké, dus heel goed om daar bij stil te staan iets van gehoord te hebben. Ik hoop dat jouw artikel ook nog in de Dordtenaar of in het AD verschijnt. Ja, hoop ik. Want het is gewoon heel nuttig om wel heel bewust bij stil te staan. En al word je dan niet helemaal vegan, dat je gewoon wel meer varieert in de voedingspatronen die je kiest, denk ik. En vooral, dat was het belangrijkste, een tegengeluid tegen al die gehypte artikelen over waarom we echt vlees, zuivel, eieren volop moeten stampen. Ja, dat is echt niet waar. Wat dat betreft echt jammer dat de Europese Unie dat dan toch weer zo... Ja, dat is heel treurig. Zo ongelooflijk promoot. Maar echt jammer. In ieder geval bedankt voor jouw verhaal.